stoppen. En toen kreeg je ineens de Borking Visser situatie worden getroffen om het middenterrein wat schoon te maken. Lijkt het daarop? Ja, het lijkt daar redelijk op. Maar om te zeggen dat men nu aanstalten maakt om te gaan feesten. Kuroiwa, Makovetski, Hamaya. We gaan dus over enige momenten hier beginnen, dat zullen minuten zeker zijn, met de prijsuitreiking van de 500 meter tijdens de Olympische Spelen, de 15e Olympische Winterspelen van Calgary. En meteen al krijgen we een Nederlander op het ereschafond. Het is niet het hoogste trapje, maar och, och, och. En u had hem moeten zien zitten hier, Jan naast me. We zaten, en dat is verre van die dilly zal ik nu zeggen, maar we zaten bevend knie aan knie. Hij zat er met een wat, ja, pimpse kop strak voor zich uit te kijken. En toen die Kitiba in die bocht zag gaan en niet goed zag doorkomen, dat wringende zag van die Koreaan. Toen ging het helemaal, dat gezicht klaarde op van hem. Dat was een prachtig gezicht. De andere schaatsers gaan zo langzamerhand van het middenterrein af. Nu heeft inmiddels de rest van het klassement gezien passeren. En Guljajev 1-0-2-86 met val. Veel gebeuren. Aan de baan bij de laatste buitenbocht. Lijkt het mij toe dat de jonge prinsen van Oranje op het ogenblik aanstalten maken om naar voren te komen. Als je hem hoort meteen, dan kan je ze zo direct daar ongeveer opvangen. Ze lopen nu voor de hoofdtribune langs. Met in het gevolg alle hoge NOC-bazen. Die op deze momenten van de dag natuurlijk nog hoger geworden dan ze al zijn. Want zij hebben ook gewonnen. Dit is het Nederlandse kamp. Kampje. Ja, ze staan dat dan maar weer met die vlaggen. Calgary has the oval, Holland has the skaters. Waarbij we niet vergeten dat de eerste plaats is voor een Oost-Duitser. Daar, net onder in uw beeld, met die oranje jassen aan, daar liepen de prinsen, zo te zien. Ja, daar zijn de heren. En die zullen zich nu gaan opmaken waarschijnlijk om iets met Jan Ykema en elf prijsuitreikingen te gaan doen. Daar zijn Willem-Alexander en Constantijn die naar de rijdersingang worden gebracht, begeleid met andere oranje jassen erbij. En hier gaat het om. Het gaat om de blauwe jassen van de winnaar. Het is erg sfeervol hier, moet ik zeggen, met die lekkere muziek en met die fijne beelden. Maar wat doen we met die prijsuitreiking? Daar is toch niet de stiptheid bij die verwacht is. Daar staat de oranje afvaardiging in die gang te wachten op de voorgrond trouwens. De Oost-Duitse ploeg met Christa Rodenburger die daar op die mat zit. Daar rechts zit Dan Immervol, ooit bronzen medaillewinnaar in Innsbruck. Coach van de Amerikanen, zijn hoofd te schudden. Wachten is duidelijk op de eerste drie. Op Mey, Ykema en Kuroiwa. Waar zijn die? Veel veiligheidsmensen daar in de buurt nu. In dit beeld staat in ieder geval één rijder die ooit de Elfstedentocht uitreed. De duimen gaan omhoog van de NOC-meneren. Daar zijn nog geen rijders. Dit is Hatschiev. Daar komt Gerard Kemkers lachend. Dit is Schumacher. Daar is Henk Gemser. Daar loopt Hein Vergeer.
Daar komen nog meer Nederlanders doorzetten. Daar is Herbert Dijkstra, 15 kilometer man. Daar is de chef d'équipe, Cornelis. Allemaal lachend uiteraard. Menno Boelsma en daar de prinsjes. Deze loopt er ook nog tussen met oranje jack. Het Canadese leger, en dat zijn de vrouwen met vlaggen naar voren komen. Dit wordt de prijsuitreiking inderdaad. Nederlands groepje. Die dicht bij de baan, dicht bij het herenplafond. Schavotje staan nu. Alleen het ijs scheidt de officials. Daar is het trapje. En rechts daarvan zit een gat. En daar komen zo direct de drie man naar boven. Officiële ceremonie. Olympic Winter Games. Ik zal u mee laten luisteren. We are proud to present the victors in the men's 500 meters. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Et bienvenue à cette présentation des médailles. Tweetalig uiteraard, want we zijn in Canada. Accueillons avec fierté les vainqueurs de ce 500 mètres chez les hommes. Royal Mounted Policeman, Kuroiwa, Mey, Ykema. Dit is de gouden medaillewinnaar, Uwe-Jens Mey, de grootmeester van de 500 meter dit jaar. Een uitstekende sportman, ik zei het u. Geboren in Warschau in Polen. Daarna met zijn ouders teruggekeerd naar Oost-Duitsland. Hij is 24 jaar. Hij studeert op de sporthoogschule. Zelfbewuste vent. Weet wat hij kan. En die vandaag bewezen heeft de absoluut snelste te zijn op de 500 meter. Bij de mannen in dit Olympisch jaar. Links van hem Jan Ykema. Rechts van hem Akira Kuroiwa. We are privileged to have with us this evening the president of the International Olympic Committee, His Excellency Juan Antonio Samaranch. U ziet Samaranch, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Hohmeier, die hier meteen al komt kijken en de medailles zal overhandigen, neem ik aan. Hij is ook zo. Qui fera la présentation des médailles. Kijk, Jan Guijver staat te kijken, die oogjes. We have now we'll be presenting the medal winners and the gold medal winner and the holder of a new world and Olympic record in the 500 meters with a time of 36.45. Ja, ja, daar doen we Jan Guijver, 36.45. De la République démocratique allemande avec un nouveau record du monde et nouveau record olympique, Jens Mey. De Oost-Duitser. En inderdaad komt Juan Antonio Samaranch naar voren om de gouden medaille om de nek te hangen van Jens Mey. Zelfverzekerd te doen, absoluut. Tikkie tegen het hotel zelfs. Dat heeft hier zijn hele rijen ook. Kijk, de goal van hem. Met een nieuw record ook. De Pays-Bas, Yannick
Wat een mooi gebaar. Wat een schitterende man is dit toch. Kijk hem blij wezen. Een beetje hautaine ingetogenheid van mij en dan gewoon dat harde, blije gebaar van Ykema. En hoe gebeurt het bij Kuroiwa? Zoals we hem al jaren kennen, eigenlijk altijd met die linkerhand omhoog. Altijd met dit petje op. Bronzen medaille voor de man die ook al een half jaar hier in Calgary zich voorbereiden op dit toernooi. Geplaceerd raakte, maar er net niet aankwam. Mesdames et messieurs, monsieur Olaf Poulsen. Dan krijgen we al bloemen erbij en die komen uit handen van Olaf Poulsen. Dat is de voorzitter van de ISU, de Internationale Schaatsunie. Oh, wat een zelfverzekerd hoofd heeft hij. Maar als hij dit allemaal zo om zich heen laat gaan. Nou, in Harlingen mogen jullie dat in een lijstje zetten hoor, dit beeld. En Kuroiwa, toch ook mooi in het ogen lach. En dan zijn we nu om 3:50 bij u. 6:50 bij ons. Toe aan het moment dat we het nationale, of het volkslied van de DDR krijgen. L'hymne national de la République démocratique allemande, pays du médaillé d'or, Uwe-Jens Mey. Ykema, Akira Kuroiwa, de drie snelste van de 500 meter van Calgary. Het goud voor de Oost-Duitsers. Het zilver voor onze landgenoot, het brons voor de Japanners. Ladies and gentlemen, we ask you to join us in congratulating all the athletes, coaches and ik denk dat het dit was. Een mooie rent van zo'n eerste dag kan je je toch niet voorstellen. Mey Ykema Kuroiwa, een boeiende 500 meter. Die begon met de eerste rit waarin Ykema opviel. Mey die er nog onder doorkwam. Met de beelden van de nog steeds volgens mij zeer zelfverzekerde Jens Uwe Mey. Verlaten we hier het Gaatstadion in Calgary en ik beloof u dat we morgenochtend in de ontbijtshow bij Postema, dan komen we terug met nog meer gekke dingen van Jan Ykema. Laat het dit zijn voor dit moment. Het is 12:30 hier in Calgary. Neem het over, Hilversum.